Zo, welkom iedereen. Bedankt voor uw geduld. Het is ondertussen een paar minuten na acht. Alles is klaar om te beginnen met de webinar. Ik moet nog eventjes op een paar knopjes duwen hier. Zo. Normaal gezien hoor je nu een robotstem. Of ja, dat denk ik toch. En die ga je nu nog eens horen. Voilà, super. Zo. Kijken. Voilà. Jana, kan jij mij zien? Nee. Oké. Nee, nog steeds niet? Ah, oké. Nou, dan moet je gewoon zoals gewoonlijk eventjes naar de rechterbovenhoek. En daar klikken op View. En dan Oké. op, ja, op Gallery View. Oké. En dan zie je mij wel normaal gezien, hè? Oké, super. Ja, mensen, het is vandaag een heel interessant onderwerp, ondanks het hele goede weer natuurlijk. Dus bedankt dat u er ondanks het goede weer toch bij bent. Dat is heel fijn. Vanavond is het een gratis webinar. Dat betekent dat we ongeveer tot 9 uur doorgaan. Dat mag natuurlijk uitlopen, dat zullen we wel zien. Het is een gratis webinar die ook te volgen is op YouTube. Dus als je nog vrienden of familie hebt en je wilt graag een link sturen zodat die mee kunnen volgen, dan kan je gewoon naar de YouTube-pagina van De Kleine Bron gaan. Daar ga je direct de livestream zien en dan kan je die link gewoon doorsturen naar eender wie je wilt. De webinar blijft ook op YouTube staan nadat die afgelopen is, dus je kan hem daar direct herbekijken en ook delen als je wilt. Voor de rest, de mensen die zich ingeschreven hebben, dus de mensen die op dit moment via Zoom meevolgen, die krijgen natuurlijk ook een opname toegestuurd. En voor de rest, ja. Voor de mensen die echt nieuw zijn met Zoom, zal ik heel even uitleggen hoe je vragen kan stellen. Als je beweegt met je muis, dan zie je onderaan je scherm normaal een Q&A-knop, Question and Answer. Als je daarop klikt, dan kan je een vraag naar ons doorsturen en dan zal ik die vraag namens jou anoniem behandelen. Je komt dan zelf niet in beeld en je hoeft je vraag ook niet zelf in te spreken. Voor de mensen die meevolgen via YouTube, jullie kunnen gewoon via de live chat, dat is dus naast de livestream op YouTube, kunnen jullie gewoon je vraag doorsturen. En dan gaan we natuurlijk ons best doen om alle vragen te behandelen. We zullen zien waar we komen. Het is vandaag iets knusser qua hoeveelheid dan normaal. Dat zal wel heel veel te maken hebben met het goede weer natuurlijk. Maar dat maakt niet uit, want we zijn hier nu met z'n allen samen voor een heel interessant onderwerp. En ik ga dus geen woorden meer vuil maken aan de intro, maar ik geef direct het woord aan Jana. Oké, dankjewel lieve Ruben. Dankjewel ook Kleine Bron om hier altijd aan mee te werken, zodat we ook op een gratis manier proberen zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem te steken en toch iets mee te geven dat ook in deze geval, vind ik, echt bij de mensheid hoort. En ja, levensbelangrijk is, want ja, het gaat over leven en sterven en wat is bewustzijn uiteraard, dus uittreding en dat soort dingen. Dus ja, als we spreken over uittredingen, dan is het niet uit de kerk of zo. Dat betekent dat buiten je lichaam, uit je lichaam treden, echt als het ware. Nou is het ook zo dat ik dat als kind echt spontaan heel veel meegemaakt heb. Dat gebeurde gewoon heel vaak bij mij. Echt. En als kind speelde ik er ook echt mee. Ik vond het gewoon zalig om uit mijn lichaam te gaan. En dan kon ik vliegen en dan kon ik overal over de daken heen en alles kijken en zien. En ja, en ook in andere sferen, echt, wat ik toen als kind ook gewoon spontaan deed. Echt. En ja, als kind dacht ik dat iedereen dat wel kon en deed en bewust van was, maar dat bleek niet te zijn. Dus heb je vlug geleerd ook om erover te zwijgen als kind. Want ja, je wil niet anders zijn dan andere kinderen. Dus je ga je daar toch niet te veel over vertellen meer. Want ja, dat snap je dan ook wel gelijk. Maar ja, dan is dat ook doorgegroeid. En als ik dan wat ouder werd, echt, dan is dat ja, heel hard doorgegroeid, zou ik maar zeggen. Er zijn dingen gebeurd in mijn leven. En dan, ja, dan na het overlijden van een vriendin, echt, en met mij heel hard gestort ook op meditatie en bewustzijnsverruiming. En daar zijn dan heftige dingen in gebeurd, waar mijn energie eigenlijk, ja, tot een soort explosie is gekomen, echt, waardoor een uittreding niet meer een gewoon buitenlichamelijke ervaring was, of ja, bepaalde astrale gebieden, maar dat was echt, ja, een kosmische ervaring, zou ik zeggen, echt dat echt ja, onnoemelijke proporties aannam, echt en zoals ze zeggen, een eenwording meegemaakt heb. Van waaruit dat ik dan ook van de rest van mijn leven echt gewerkt heb
en onderzoek gedaan heb naar die verschillende bestaansvormen. Ik heb ook heel veel jaren stressbegeleiding gedaan, zowel in de fysieke wereld, maar ook in de astrale werelden, om ook hen die overgegaan zijn aan te leren hoe dat je daar functioneel in kan zijn en welke gebieden er voor jou wel toegankelijk zijn en bereikbaar zijn, zou ik maar zeggen. En dan komen we dan ook terug, echt, ik heb daar dan heel hard op gewerkt. Ik heb psychologische studies en psychotherapeutische studies en alles gecombineerd met esoterie, psychologie, filosofie, vergelijkende religieuze studies, niet zomaar wat gedaan, om te kijken hoe ver staan de mensen nou met het inzicht omtrent deze gebieden. En dan heb ik daar proberen echt zo gedetailleerd mogelijk naar te kijken, en dat doe ik nog altijd, om het zo pasklaar mogelijk aan het publiek te kunnen naar voren brengen, dat ook mensen met weinig of geen ervaring er toch associaties mee kunnen opbouwen, dat ze er wat aan hebben, echt. En dat gaan we vandaag ook doen. Hopen we dan toch dat we daarin slagen. Dus hebben we het over uitredingen of bijna doodsverschijnselen of ervaringen, of werkelijk wat er tussen dood en wedergeboorte of in die verschillende fasen gebeurt, om dat al daar eerst begrip in te krijgen, dan kan je zeggen, dan kan jij zeggen, en misschien is dat jouw geloof of zo, ik heb geen geloof, ik spreek alleen maar uit ervaring, maar van jullie is dat een aanname of niet? Hij zegt, ben je heel sceptisch, lekker, en dan moet je ook lekker blijven zijn. Maar ik heb het niet over een theorie, ik heb het eigenlijk over die directe ervaring, en met wat inzichten en associaties kunnen jullie daar ook wel mee aan de slag gaan. Dat wil zeggen, echt, om beter te begrijpen, als we het buitenlichamelijke ervaringen hebben, of diep spirituele ervaringen, of van hoger kosmische bewustzijn, of andere dimensies eigenlijk, dan moeten we echt de poort van dimensies beter begrijpen. Dat wil zeggen dat iedereen van jullie, tenzij dat er een paar anders zitten te kijken dan het gewone volk, zou ik maar zeggen, maar iedereen van jullie kijkt door de zintuigen en naar de zintuiglijke wereld. Want dat is wat je doet. Je kijkt met jouw vijf zintuigen naar de zintuiglijke wereld, de fysieke wereld. En jij refereert wat jouw zintuigen opnemen. En op basis van jouw denken, wat een geprogrammeerd, geconditioneerde bewoording en beeldargumentaties zijn, gekoppeld aan jouw zelfbeeld, herinneringen en kwaliteit identificatie. Dus je neemt deze fysieke wereld waar via de vijf zintuigen. En jouw mind, jouw denken, gaat op basis van haar overtuigingen, geloof, conditioneringen, ervaringen, geheugen en identificatie. Ga je alles wat je zintuiglijk waarneemt, kaderen, plaatsen. Maar dat wil zeggen, als we neurologisch spreken, doe je dat in een soort trillingsfrequentie, ik kom het al, hè? Trillingsfrequentie, en in de wetenschap noemen we dat de beta-golflengte. En die golflengte die is genuanceerd. Wat wij beta-golflengte noemen, is niet bij iedereen dezelfde. Dat is zoals een instrument, niet elk instrument klinkt hetzelfde. Zelf aan we zeggen dat een dwarsfluit een bepaalde noot speelt, een sol of een solkruis of noem maar op echt. En een gitaar speelt diezelfde noot. Dan spelen ze wel dezelfde noot, maar ze klinkt helemaal anders. Ze voelt ook anders. Zo ook echt is de beta-golflengte, heeft nog verschillende nuances binnen dat scala waar we nog steeds beta-golflengte noemen. Dat volgende is alfa, theta en delta. Maar vooral leren dat we dat alfa noemen, zit er in die frequentie van beta toch nog een vrij groot gebied. Dat wil zeggen dat wij daardoor, wat wij dan als een waakzaam bewustzijn noemen, gekoppeld aan de vijf zintuigen, dat ons referentie van trilling al verschillend is. En naar gelang de trilling ga jij de ervaringen intenser opnemen of vluchtiger, bewuster of vager, gedetailleerder, of bijna onverschillig. En dan zeggen, dat heb ik toch allemaal gezien en gehoord. En ik neem dat nou op die manier. En de meeste mensen kennen hun innerlijke vibratie niet genoeg om te weten echt hoe dat in innerlijke frequentie
zich voordoet, hoe jouw innerlijke stilte zich al geopenbaard heeft. En wat de meeste mensen zeggen, en dat hoor ik ook vaak naar Marjana, hoe doe je dat nou, innerlijke stilte? Bij mij is het allemaal onrust, dan weet ik veel. Ja, en bij veel mensen is dat ook echt zo. En dan zullen jullie weinig van die psychische ervaringen bewust opnemen dan jullie droombewustzijn. Wat ook iedereen elke nacht of soms in de dag ook al heeft. Een beetje dagdromen of zo. Heb je wel eens andere ervaringen en dan weet je er ook niets mee te doen. Dan gaat het vlug in het, wat ze noemen, het onderbewuste verder. En dat betekent dat jij daar nog niet wakker in bent. Dus beta-golflengte. Nou, alfa-golflengte, dat wil zeggen dat er een vertraging is. En gek genoeg, hoe trager de frequentie, hoe hoger de perceptie. Gek, hè? Dus hoe trager de frequentie, hoe hoger de perceptie. Dat wil zeggen, jij hebt het gevoel dat jij vertraagt, maar je bewustzijn verhoogt. Waarom? Om in die vertraging wil zeggen dat je meer naar binnen gaat, naar een dieper vorm van gewaarzijn. En in jouw brein, ja, ik probeer het echt gedetailleerd uit te leggen, en ik koppel esoterie, wetenschap en directe ervaring allemaal aan elkaar, zodanig dat dat voor jullie kneedbaar, plastisch, herkenbaar kan worden. Dus daar moet ik al van opbouwen. Maar ik wil zeggen, beta-golflengte zijn vooral de twee hersenen, frontale hersenkwabben, echt. Dat is daar waar jouw korte termijn geheugen echt en jouw lange termijn geheugen met elkaar in associatie gaat. En daar middenin wordt het naar het gevoelscentrum doorgezeind en daardoor krijg je lichamelijke sensaties en ook reacties van je lichaam, dat soort dingen. Dat is het neurologische aspect. Dus in beta-golflengte wordt heel die hersencortex benut, maar vooral die frontale gebieden, omdat die daar met elkaar in dialoog gaan, om direct beelden te kunnen plaatsen en herkennen. En de mensen hebben altijd de neiging gelijke mening te vormen, gelijke conclusies te trekken. En ze denken sneller en beter. Maar ja, dan kijk je natuurlijk niet dieper echt, want dan moet je veel langer gaan kijken. En juist dat in die switch van beta naar verstilling naar alfa, dan zien we echt dat ook in het brein het bewustzijn al meer naar het middelste gebied gaat. Dat het brein al, als we dat onder een scanner waarnemen wat er in het brein gebeurt, zien we dat er andere gedeeltes van de visuele cortex bijvoorbeeld, en daarbij het gevoelscortex, dat daar diepere associaties, grotere gebieden gaan oplichten, werkelijk oplichten. Echt. Want dat is wat er van binnen gebeurt, dat is het licht fosfeengevoelig gebied, wat de hypofyse ook werkelijk is. De wetenschap weet ook dat de hypofyse, dat is de klier, dat correspondeert met het derde oog en de epifyse uiteraard, dat tussen de wenkbrauwen, als je daar naar binnen gaat, en niet zoals sommige mensen al eens een gaatje geboord hebben, maar dat helpt natuurlijk niet, krijg je gewoon een hersenberoerte. Maar op die plaats echt, daar ligt de hypofyse en die regelt jullie endocrine klierstelsel. Nou, ik ga dat niet te medisch maken, maar ik wil zeggen, die is heel lichtgevoelig. Dus hoe meer dan wij in alfa gaan, kan je nagaan, in beta zitten jullie vooral in de teksten die jullie verzinnen. Het woord- en beeldargumentatie, zintuigelijk en omschrijving. Dus jullie geven de ondertekst, what's going on, het verhaal dat je van alles wat je waarneemt, hoort, voelt, ziet, ruikt, proeft en aanraakt, wat je ervan maakt. Dat is woordargumentatie. En in die alfa begint de beeldinformatie geassocieerd te worden. We noemen dat het astrale denken. Dat wil zeggen dat er al een geestesgebied gebeuren zichtbaarder wordt. Dus meer in jullie in verstilling gaan, beginnen jullie je eigen verbeelding ook beter waar te nemen. Mensen die kunstzinnig zijn, ja, zoals ik en vele anderen uiteraard, die hebben ook een makkelijkere verbeelding, dat ze die beelden levendiger kunnen blijven waarnemen en daardoor ook kunnen creëren en zich op dat niveau leren uitdrukken, op verschillende niveaus trouwens. Maar dat wil zeggen dat de visuele cortex bewuster kan waargenomen worden en met gewerkt worden. En dat doen we echt. Dichter aan we bij alfa komen, gaat het droombewustzijn zich openbaren en de waarnemer blijft bewust zowel van de zintuigelijke wereld, maar die gaat een beetje op de achtergrond, maar de astrale wereld, de droomwereld, het alfa gebeuren begint dan voelbaarder en zichtbaar te worden. Wat er in jou dan als beelden worden opgeroepen.
gaan we dan nog dieper, komen we in theta-gebied. Nou, voor de meeste theta- en delta-gebieden zijn totaal andere frequenties die bij de meeste mensen enkel in droomwereld wordt geactiveerd. De meeste mensen, als ze in theta en delta zitten, dan zitten ze al in een droomfase. En in delta, normaal kennen de meeste mensen niet functioneren in delta, tenzij dat brein veranderd is. En dat is wat spirituele ontwikkeling is dat het brein werkelijk verandert, waarin de persoon die daarin deskundig gegroeid is, zowel in beta, alpha als theta, als delta, wakker blijft. Maar lieve mensen, en dat wordt heel belangrijk om te gaan snappen, want we hebben het ook over uittreden, maar ook over leven en sterven, en wat is nou psyche en ziel, en hoe gaat dat verder, wat is nou ons bestaan op die verschillende niveaus? We moeten eerst durven openstaan dat er niet één werkelijkheid is. Maar dat er meerdere werkelijkheden zijn. En dat gaat niet over mijn waarheid en jouw waarheid, want dat is wat jij denkt dat waarheid is. Ik heb het niet over waarheid, ik heb het over werkelijkheden. En werkelijkheid is geen... Waarheid is filosofisch, dat is een beschaving en hoe dan jij de dingen inschat. Werkelijkheden zijn bestaansniveaus die hoe dan ook bestaan en altijd zullen bestaan. Zolang dat er vorm is, zullen die verschillende andere geesteslichamen ook bestaan. Die manieren hoe dan wij communiceren en waarnemen. Dus die hersengolven geven gelijk aan de verschillende kamers van God, zoals het in de Bijbel zeggen en in andere geschriften. En dat wil zeggen echt dat wij ons niveau van ons zielenbereik beginnen te beseffen dat wij simultaan fysiek bestaan, dat wij ook etherisch bestaan, dat wij astraal bestaan, dat wij hoger astraal bestaan, dat we ook een kosmisch bestaan hebben en, ja, en een goddelijk bestaan hebben. Allemaal simultaan. Dat wil zeggen, tijd en ruimte is aan causaliteit gebonden aan het fysieke lichaam, maar vanaf in alfa, en we gaan dan naar het psychisch bewustzijn, is tijd en ruimte, lieve mensen, relatief. Omdat het niet meer aan materie gebonden is. Daarmee, lieve schatten, hebben jullie ook last van het verleden. Want in de werkelijkheid van de materie is verleden bye bye gone. Is weg. Dat, met de jaren gaat dat helemaal uit je celsysteem, noem maar op. Maar je zielenbewustzijn niet. Je hebt ervaringen van eonen geleden. En dat kan nog altijd invloed uitoefenen op wat jullie nou denken te zijn. Of ervaren. Of gemotiveerd te worden. Aangetrokken, afgestoten, noem maar op. Wat er door jullie heen gaat, is onnoemelijk oud echt. En dat blijft een nu ervaring. Dat blijft in het nu doorspelen. Juist omdat tijd en ruimte in de psyche relatief is. Dus ik wil eigenlijk zeggen, niet echt bestaat zoals in deze materiewereld van zwaartekracht en vergankelijkheid, zitten we aan gelijk in het onvergankelijke beweging van psyche en bewustwording. Het is een boterham, als je kwijt het. Ik ben nog allemaal aan het opbouwen hoor. Ik wil dit plastisch meegeven aan jullie. Het voordeel van zo'n opname is, je kan die achteraf nog eens beluisteren en nog eens en nog eens en nog eens. Vooral je zegt, ja, wat zegt er nou eigenlijk? Want ja, als je er niet elke dag mee bezig bent, en ik ben er dag en nacht altijd mee bezig, ja, voor mij is dat, ja, zoals een bakker, een broodje, zou ik maar zeggen. En ja, en voor jullie is dat misschien nieuw, of anders, of anders verwoord, of noem maar op. Maar hoe dan ook, we vinden elkaar wel ergens in de midden, dat we daar wat mee kunnen doen. Dus we zitten in die alfa echt, begint je droombewustzijn. En in dat droombewustzijn begin je, als je wakker blijft, ook ontvankelijker te worden voor stemmingen van andere mensen. Dat heb ik althans. Bij mij gaat iedereen los door mij heen. Ik heb dat altijd gehad. En in het begin dacht ik ook als kind dat iedereen dat wel heeft. Had ik heel vlug door dat dat niet was. En dan was ik als kleutertje. Was ik als kleuter met typeleer bezig om bepaalde zielenfrequenties en collectieve zielen en karma te herkennen en zo. En dan heb ik dat zo tot mijn 12 jaar was ik heel hard mee bezig. Zo dat erachter en allemaal andere dingen gedaan. Maar dan vanuit mijn kleuter ervaring echt, maar dan moet je zeggen, nou, wat een raar kleutertje ben jij daar nog mee. Ja, dat kan ik ook niet aan doen. Dat is de psyche die daar doorheen werkt. En als die al ontwaakt is geweest in vorige levens, gaat die gewoon verder, want alles is nu.
dat brein moet wel mee geactiveerd worden, maar die psyche gaat gewoon verder. Dus als kleuter zat ik ook met die dingen bezig. Maar ja. Nou, dus ik wil zeggen echt, als je al beseft dat de verschillende werkelijkheden, je hebt een fysiek lichaam, maar jouw droomlichaam is ook een werkelijkheid. In het boeddhisme noemen ze dat Sambhogakaya of het regenbooglichaam. En als je begint te beseffen dat al wat jullie ervaren in de eerste plaats jullie eigen psyche is en dat wat dat met je ziel doet, wat jullie bestaan noemen, dan begin je te beseffen: this is the hardware. Inside is the software. En dan heb je het laserapparaatje dat alles leest en dat is je ziel. En daarin bevindt zich de geest. Nou, eigenlijk is dat prachtig als je dat zelf vanuit de computermechaniek kan bekijken. En zo kan de westerling en de wereld eigenlijk het ook leren begrijpen, echt wat de verschillende werkelijkheden zijn. Dus de hardware, de software, programmering, harde schijf, zal ik maar zeggen. En de lezer, echt die harde schijf leest. En het licht, het bewustzijn, de geest die daar. De lezer of de ziel daardoor ook bewustzijn geeft, echt in haar eigen resonantieveld van het gevoelsbewustzijn, wat de ziel werkelijk is een gevoelsresonantie. Pas als jullie naar je gevoel gaan leven, echt komt alles goed, dat weet ik zeker. Ik wil niet zeggen, doe gekke dingen. Nee, want de wereld zal je ook leren wat goed en wat niet goed werkt, dat is karma. Maar je ziel, je gevoel leren herkennen, is voor alle levende wezens een opdracht. En daardoor ook gevoelsrespect hebben voor de gevoelens van anderen. Ja, is het begin van wereldvrede. En dat begint in onszelf. In het inzicht van diversiteit. Ja, en verschillende niveaus van beschouwen. Wat allemaal heel normaal is in dit universum. En multiversum. Dus beseffen echt dat jullie ervaring altijd psychisch is. Te beseffen dat jullie geestelijke projecties en beelden ook een werkelijkheid is. Is het begin van beseffen als we dan zeggen. En onderzoeken, waar bevindt zich jouw bewustzijn? Nou, een materialistisch 2D-denkend mens zegt, hier zegt hij, in mijn brein. Nee, daar bevindt zich een neurologische activiteit, maar waar bevindt zich jouw bewustzijn? En zeggen, ja, hier, of daar. En dan loopt het dan vast. En ook voor heel veel spirituele richtingen, nou wat je wilt, en esotericus, die zitten ook aan, ook als mensen overgaan, ja, die moet gaan naar het licht, dat is altijd ginder. Nee, lieve mensen, onder en boven of ginder bestaat niet. Tijd en ruimte en afstand zijn causaliteiten gebonden aan materie. Jouw psyche, lieve schatten, is geen materie. Jouw psyche is een vorm van energetische beeldbewustzijn met gevoelsconnotatie. Is niet gebaseerd op materie en tijd en ruimte. Dat is echt een huge stap naar voren. Dat wil zeggen dat uittreden is eigenlijk bewust worden dat je er niet in zit. Uittreden is bewust worden dat je bewustzijn ook nooit echt je lichaam dat het erin zit. Ik kan straks nog eens die oefening doen als jullie dat willen. Dan moet je het maar aangeven, want als je niemand dat vraagt, doe ik het niet. Maar ik kan met wat oefeningen gaat heel snel, binnen seconden, kan ik jullie aura laten zien. Dan zie je mijn aura en dan, als je rondkijkt, zie je ook allemaal dingen helemaal anders. En dan breng ik jullie van beta naar alfa. Naar theta en delta doe ik nog niet, want dan schrikken jullie te hard, want dan verdwijnt gewoon alles, zoals jullie het gewend zijn te zien. En dan wordt het alleen nog maar licht aan je gaan waarnemen. Maar ik wil zeggen, die frequentie zit allemaal in ons. We zijn van nature lichtwezens en die frequentie zit in ons. Alleen hebben jullie niet de stemvorm gekregen of de begeleider hoe dat je met dat instrument moet werken? En daarmee dienen mensen zoals ik op ervaringsdeskundigen om jullie te zeggen: nou, dit is een instrument. En zo en zo kan je ermee leren oefenen, spelen, echt. En dan wordt dat terug wakker. En dan worden wij als mens waar we voor bedoeld zijn ook functioneler om met diversiteit en ja, betere niveaus te schakelen. Dus uittreden betekent dat je begint te beseffen dat jij psyche bent. En jouw lichaam is gewoon de ontvanger. En als je in alfa naar theta doorzakt, echt, dan gaat jullie perceptie echt verhelderen. Sommige mensen die LSD gebruiken, maar ik raad dat jullie niet aan, maar wetenschap maakt er ook onderzoek mee, krijgen ook met chemische interventie die psychische ervaringen.
Mijn ervaring is eigenlijk dat je eigen lichaam dat op zichzelf kan. En als het vanuit natuur je eigen lichaam doet, is er geen chemisch proces van vervuiling of van toxiciteit waar je achteraf dan ook moet beboeten. En dat heb je bij externe producten, kan je er wel toxiciteit en ontregelen van je brein van krijgen. En daarom ben ik daar geen voorstander van. Dus de natuur zelf kan dit vanzelf opwekken. Dat is op zich allemaal niet zo moeilijk. Alleen moet je er eerst voor durven openstaan. En daardoor ook je angsten loslaten om in een diepe vertrouwen te komen. Jullie psyche kent dit al. Je doet die dag en nacht alleen nog niet bewust aan elkaar gezet. Nou, als die transcendering begint, je begint dat fijngevoeliger, die prikkel te voelen dat je voelt van nou, dat verandert wel. Wat gebeurt er nou? Dan ga je van beta stelselmatig naar alfa. En in die alfa ga je voelen echt dat je psyche geleidelijk aan rustiger en rustiger wordt, verstilt. En daardoor, en ik ben het eigenlijk al aan het doen, verandert jullie perceptie en begin je het lichtwezen ook op mijn lichaam, maar ook op je eigen lichaam, als je het kunt zien, begin je het lichtwezen eromheen waar te nemen. Het lichtwezen is ook werkelijk het lichtwezen. De ziel zit om je heen, als het ware. Niet als een stof, maar als een krachtveld. En ons brein is gewoon de receptor, dat wat ontvangt. Als een soort synaptische spleet, een soort satellietverbindingen. En wij zijn de stroomenergie die het lichaam tot leven brengt en haalt ook. En daardoor transmissie brengt tussen lichaam en ziel. En dat zien we in de aura. De aura is dat lichtlichaam. Als mensen komen te sterven, voordat ze dat doen, gaan ze allemaal van beta, op een bepaald moment gaan ze naar alfa. En zeggen ze, alles wordt raar, ik word wat raar. Sommigen krijgen eerst dat het allemaal duister wordt. Daarachter komen ze maar terug. En als ze wat vager, dan zien ze ook anders uit in ogen. We zitten echt in alfa, ze zijn dat niet gewend. En dan kan theta ook wakker worden. Dan zien ze echt chakra en precies zonne-energieën en allemaal kleuren. En dan zegt, ja, niet geoefend spiritueel begeleider zich dan al. Ze ontflippen echt, ze weet het niet meer. En ze krijgt visioenen, waanvoorstellingen. Heeft aan de klassieke scholen geleerd, waanvoorstellingen. Dat zijn geen waanvoorstellingen. Is die andere werkelijkheid, lieve mensen, lieve, lieve mensen. Die andere werkelijkheid wordt dan voelbaar en zichtbaar gemaakt. De hemelse sfeer, zoals ze dat vroeger noemden, begint zich te openbaren die er altijd is. Maar het is niet dat hen in de hemel zit en jullie niet, wij allemaal. Alleen door onwetendheid denk jij van niet. Je denkt dat je dit allemaal bent en alleen maar dit en nog niet openstaat voor al die verschillende dimensies die simultaan, tegelijkertijd wil dat zeggen, door elkaar heen bestaan. En zo wil het ook zeggen dat uittreding of stervenservaring, dat het eigenlijk een transformatie is van trilling en bewustzijn. In ieder geval van sterven van het fysieke lichaam gaat de verbinding van het fysieke voertuig gaat stelselmatig afgebouwd worden. En zelfs wat het hart stilvalt, en daardoor dat je even ervoor iemand misselijk wordt en draaierig wordt. En zie dat wel lekker. En dan ga je even in die donkere tunnel. En dan wordt het helemaal donker. En dan denk je, er is niks, niks, niks. Aan. Kijk, ik heb dat gedacht, er is niks. En ik gaat er licht aan. En denk, oh, wat gebeurt er nou? Dan kan je het niet meer zeggen. En dan word je echt die kundalini-vuur, dat levensvuur, helemaal naar binnen gezogen worden. Omdat dat je organen begint los te laten. En je benen en ervoor allemaal. Dan heb je slappe benen gekregen. En dan gaat het zo langs je hart heen, gaat het door naar je hersenstam en al die zintuigen worden naar binnen getrokken, echt. Maar van binnen, zoom naar Nadi of het Ependiemkanaal, dat is die grote tunnel, is het dat heel dun kanaaltje in je ruggengraat, daar wordt al die energie naar teruggezogen en jij wordt er als het ware door een lift heen mee doorheen getrokken. En dan krijg je die verschijnsel echt zo van, en dan krijg je die bijna doodservaringen. En dan kom je in een bepaalde lichtsfeer. En je hebt je verschillende lagen weer, wat we straks ook al even aangegeven hebben. En dan kan je die tussenstadia zien in je eigen lichaam liggen. De
mensen eromheen staan. Je hebt dan een uittraining, zoals ze zeggen, waar ik onnoemelijk veel keer heb gehad. En ja, in iedereen eigenlijk wel, maar die ook niet even bewust. Dan zie je je eigen lichaam liggen. Maar dan gaat het verder, want die Kundalini, dat levensvuur, blijft doorgaan. Want het is links en rechts allemaal ja, die chakra aan het loslaten, van geconnecteerd zijn, bijna de prizen uit te trekken van het fysieke lichaam. En het astrale lichaam stijgt verder op. En dan lost de kamer ook op. Dan lost het fysieke wereld op en dat begint dan een kleur te krijgen die correspondeert met het chakra waar jij dan het actiefst in bent. En dat kan een prachtige groene, oranje kleur worden bijvoorbeeld. Die gaan nog geel en dan zilver en dan goud en dan wit licht. Echt, dat kan ook echt allemaal. En veel kunnen dat nog niet gelijk aan. En dan gaan ze even terug, zakken ze maar terug even. Want ja, ze willen nog, want ze zijn nog aan dat lichaam gehecht. En dan krijg je echt allemaal zielen te zien waar jij een diepe connectie mee hebt. En altijd gehad. En dat kunnen directe familieleden zijn. Dat kunnen ja, vrienden zijn, vriendinnen zijn. Dat kunnen partners zijn. Ook partners van vorige levens, noem maar op. Gewoon eigenlijk waar jij het meeste mee refereert. En ook zielen die nog steeds lichamelijk behuisd zijn. Op dat niveau zie je die eigenlijk ook als geesteswezen. Maar dat zijn we eigenlijk allemaal. En je hebt daar een connectie mee. Sommigen, en ik heb dat heel hard, kunnen die connecties soms heel hard voelen met ook lichamelijke verschijnselen. En daar heb ik al heel veel ervaring mee. Ik ga daar niet allemaal op antwoorden met wie en wat ik daar allemaal heb gehad. Ga ik niet doen, dat is te persoonlijk. Ook voor andere mensen. Maar ik heb daar heel, heel intense ervaringen mee. En nog altijd. Hoe dat in zijn werk gaat. Maar ik wil zeggen, als we aan die niveau spreken, tweede dimensie, derde dimensie is ruimte. Tweede dimensie is jouw begeerte ziel. Dat polariteit denkt van dualistisch denkt. Derde dimensie. De meeste mensen kunnen er niet aan en kijken die vanuit de tweede dimensie. Wat zeker dat je ego die derde dimensie opvult. Want eigenlijk gaat dat al over gelijk. Derde dimensie is ruimte, lieve mensen. In jou en buiten jou. En het meeste denken is daar nog niet klaar voor. Dat er in jou en buiten jou onnoemelijke ruimte is. En dat betekent ook altijd onnoemelijke mogelijkheden. Als iemand die dat beseft, kan psychisch nooit meer vastzitten. Ook niet meer depressief zijn. Want ja, kan je nou depressief zijn en jezelf een grens aanpraten als je onnoemelijke ruimte om je heen ziet en in jezelf ziet. Dus ja, let's find out. Dus maar de meeste zien die derde dimensie nog niet gelijk. En om die te kunnen begrijpen, moet de vierde dimensie, dat is de mind, mentale bewustzijn, geactiveerd worden. En dan zitten we al in alpha, dat doorgroeit naar Theta-golflengte. Dat wil zeggen dat ze begint naar subtiele details te kijken, hoe dat dingen ontstaan en hoe dat het grote gebeuren ook grote gevolgen kan hebben en grote bewegingen. Dan ga je patronen leren herkennen als je daar een lange studie van maakt, van hoe dat energetisch, ook fysisch, allemaal causale verbanden liggen. En dan ga je synchroniciteit en de binaire code en al die. Ja, ik zeg het, gooi het er maar in, ik kan niet alles volmaken. Nou, ik weet dat ik maar een korte lezing heb en nog wat vragen moeten beantwoorden. Maar ik gooi het er maar in, dan kunnen jullie zelf maar oppikken als je er wel of niks van verstaat. Ja, ik weet het misschien wat technisch zo, maar ja. Dus jullie psyche gaat door die lagen heen en dan krijgen jullie op een bewuste manier jullie droomlichaam. En elke keer als ik droomlichaam zeg, zegt jullie geconditioneerd brein, ja Mariana, dromen zijn bedrog. En dat is niet waar. Die al waar je droomt is daarvoor echt. Het is een psychologische beeldvorming. Het verhaal is daarvoor niet echt, maar wel werkelijk. Want het gebeurt ook echt. Dus echt en niet echt is al relatiever als we op dat niveau spreken. Als ik nou zeg, denk niet aan een krokodil met gele kousjes aan, gele sokken aan. Denk daar niet aan. Dat kan je niet. Want ik heb gezegd, denk niet aan een krokodil met gele kousjes, gele sokken aan. En wat heb je brein al gedaan? Je ziet gelijk een krokodil met gele sokken. En dan zeg je, nou ja, dat klank van dat beeld maar niet vanaf. En dan zeg je, is er nou een krokodil met gele sokjes aan? En zeg je, nee, dat gelukkig niet. En als je denkt, wel, ja, dan moet je echt even de dierentuin bellen, want dat is bijzonder. Maar psychisch gezien is die de naam wel, omdat je die gevisualiseerd hebt. En als ik zeg, doe dat, dan kan het zijn dat het brein zegt, nou ja, het gebeurt niks. Maar bij de meeste mensen, ik zeg, doe dat niet, gebeurt het vanzelf, want zo zitten de meeste mensen in elkaar. Als je psychisch zegt, je mag niet aan een groene olifant denken, je zit weer aan een groene olifant, nou jee, dan hebben we die weer al. Maar als ik zeg,
visualiseer nou een groene olifant, de meerderheid slaagt er niet in. Dus het gekke is van het 2D-brein, als je tegenovergestelde zegt, doet hij altijd tegenovergestelde. Dus zegt, doe het niet, doen ze het wel. En zegt, doe het wel, en doen ze het niet. Nou ja, dat gaat wel over. Maar ja, dus dat wil zeggen dat de werkelijkheid van die groene olifant of wat dan ook, psychisch is het werkelijk dat je die ziet, maar het is daarvan geen tastbaar wezen. Maar het kan wel impact hebben op je psychische gezondheid en je beleving. Want het zelfbeeld, lieve mensen, dat jij van jezelf hebt en van de wereld, en van je vader, je moeder, je partner, je vrienden, je kinderen, noem maar op, echt, dat beeld is even echt en onecht als die groene olifant. Wat niet wil zeggen dat die wezens niet bestaan. Ja, maar jouw perceptie is nog altijd zoals die groene olifant. Dat is jouw perceptie. Tenzij jij dichter in die theta naar die delta gaat en in die vijfde dimensie terechtkomt. En wat is nou die vijfde dimensie? Is het ontwaken van de bewustzijnsziel die rechtstreeks de gevoelens, dat wil zeggen, naar de ziel verbindt van alle bezielde wezens. En dan ontstaat er een directe communicatie die je niet bedenkt, maar dat informeert zich vanzelf. En pas op dat niveau, ook op degene die uitreden, maar ook degene die sterven en overgaan, pas als die bewustzijnsziel wordt geactiveerd, voelen ze die liefde als ware natuur door zich heen gaan en beginnen ze het zuivere zicht te krijgen ook op hun karma, wat ze wel en vooral ook niet gedaan hebben. En wat dat teweeg gebracht heeft bij anderen. En wat ze er ook na nog steeds voor kunnen doen. Want lieve mensen, als mensen overgaan, betekent het fysieke verlaten en in de zielenwereld, in de geestwereld verder gaan, krijgen ze alle tijd en kansen om degene die dan fysiek achterblijft, te blijven inspireren. Om niet gewoon vergeving te vragen van al wat je niet gedaan hebt of wat je misschien echt misdaan hebt. Maar dat je anderen ook positief kan beïnvloeden in hun helingsproces. Zo mooi is het inherent verbonden dat wat de karmische existentie is van het fysieke, ook karmisch doorgaat in het zielenbereik van lagere straal, hogere straal, kosmisch bewustzijn, noem maar op echt. Dat die lagen verder actief blijven doorgaan en ook voor degene die overgaat de kans geeft om ook voor de anderen nog betekenisvol te zijn. Alleen zijn spijtig genoeg de meeste ook spirituele mensen denken altijd loslaten, loslaten, loslaten. Weg, het gaat niet van loslaten en vasthouden. Je hebt iemand niks vast te houden. Maar het durven aangaan is zo'n groot verschil, lieve mensen. Durven wij die subtiele wereld al aangaan? En blijkbaar hebben heel veel mensen door slechte films, griezelfilms, horrorfilms, noem maar op, en ook veel spirituele rotzooi, zoveel angst van de spirituele wereld, dat ze het niet doen. En dan blijft dat die vijfde dimensie echt van heel veel mensen, ja, dat begrijpen ze niet echt. Want kijk, lieve mensen, de vijfde dimensie betekent dat de gevoelens van mens en dier en plant bij jou binnenkomen, omdat jij niet meer afsluit. Ik sluit mezelf nooit af. Ik doe dat niet. Ik weet dat veel mensen dat leren, maar ik doe het niet. Ik sluit het niet af. Ik doe het niet. Waarom? Uit liefde, mededogen en respect voor alle levende wezens. Want als ik voor hen afsluit en zijn zinnen al gesloten, ja, dat is misschien kansloos. En dan misschien, hoe lang gaat het dan duren voor ze nog iets voelen? En daarom is beminnen en minzaam zijn zo belangrijk om die transmissie op hogere gebieden, maar ook in de fysieke stof, terug tot stand te brengen. Liefde heelt, lieve mensen. Werkelijk. En liefde is die transmissie vanuit de subtiele wereld tot in de grofstoffelijke wereld. Hoe dat we doen, hoe dat we kijken, hoe dat we denken, hoe dat we praten, hoe dat we handelen. Maar ook hoe dat ons geesteswezen naar anderen uitzendt. Want kijk, ook jullie die misschien zeggen, ja maar Jana, van mij is dit allemaal nieuw. En ik weet het ook allemaal niet. Maar ook als er mensen niet bij zijn, denk je er ook aan. Ook als je er boos op bent, pistof op bent, dat wil zeggen. Of dat je ervan houdt, of verliefd bent. Of dat je wat wilt ondernemen. Zitten jullie ook allemaal beelden te maken. En we hebben allemaal de drang naar verbinding. Dat merken we ook met de coronatoestanden. Veel mensen zeggen, er is helemaal niks aan de hand. Nou, we gaan daar niet op ingaan. Er is veel aan de hand. En als je er niet aan kan, zeg maar dat er niks aan de hand is. En je dan beter voelt. Maar ja,
dat merken ook dat alle mensen, ongeacht hun cultuur, ongeacht hun achtergrond, ongeacht hun overtuiging, of dat je een crimineel bent of je bent een misdienaar, bij wijze van spreken, misschien zijn dat ook wel crimineel, dat weet ik allemaal niet. Iedereen wil toch verbinding. Het zit zo in ons diepe hart, in onze ziel, gegrift, dat wij verbinding zoeken. Van tijd loopt dat ook niet, werkt het niet goed, maar toch blijven we dat maar die drang hebben aan verbinding. Spijtig genoeg hebben mensen niet geleerd dat wat jij jezelf noemt uit al die lagen bestaat. En je zoekt dan een tastbaar zelf, dit ben ik en dat is de ander. En wat je tegenkomt zijn allemaal die dynamische lagen die je ook in anderen kan leren aantreffen, maar eerst in jezelf moet gaan ontdekken. Die innerlijke reis durven maken. Je kan boeken lezen, je kan theorieën volgen, je kan een geloof hebben. Dat is allemaal leuk, dat is een goede voorbereiding misschien. Maar het echte werk is het zelf gaan doen. Het zelf durven naar binnen gaan en die reis gaan maken, lieve mensen. Want kijk, de garantie heb je als je geboren bent, dat je ook gaat sterven en dit lichaam gaat verlaten. De garantie heb je, wat je ook en wie dat je ook bent en waar je ook geboren bent en welke bankrekening dat je wel of niet hebt, of welke gezondheid, de garantie heb je, dat het lijden ook zal komen. Maar hoe dat je ermee omgaat, waar je eruit leert en hoe dat je er dynamisch mee omgaat en wat jij al begrijpt van leven en sterven en ook van degenen die overgaan, dat contact altijd blijft als je daar voor open staat. Liefde heelt, liefde is de ware gedaante van alle bezielde wezens. En als jij liefde open staat, trek je niemand naar beneden. Je maakt dat niet moeilijk, in tegendeel. Je stimuleert elkaar in de verbinding hard te maken. Te realiseren, wil dat zeggen. En dat is het doel van alle bezielde wezens en van het multiversum. Dat betekent de zielenwereld, de subtiele wereld, die ook deze kosmische en deze organische wereld inspireert, voedt en structureert. Echt, want in ons DNA is ook een innerlijk mechanische structuur die uit de zielenwereld voortkomt. Zo zie je wetenschap en esoterie heel mooi hand in hand gaan. Dat gaat met de jaren nog meer duidelijker en duidelijker worden, echt. Maar ook voor jullie nou, dat weten uittreden. Ja, als je nagaat, bijvoorbeeld mensen die zenmeditatie doen, die hoeven heel lang, ik ga nagaan, heel lang oefenen die om proberen bij je lichaam te blijven, om dan jaren vast te stellen dat ze niet kunnen. Dat ze al wat elders zitten. En dat dan een leraar die ze ook verder denkt dan het lichaam, zegt, ja, maar dat is goed dat je dat vaststelt, dan gaan we nou uitzoeken wat dat elders zijn betekent. En dan noemen we dat spiritueel bewustwording en ervaring hebben. Wat is het anders zijn? Wat is die andere dimensies? Wat gebeurt er? Hoe stiller dat jij wordt, hoe groter je perceptie wordt van de bewegende, levende, kosmische wereld in jou en daardoor ook om je heen. Micro, macrocosmos. En dan ga je patroon ontdekken, buiten jou, in jou, noem maar op. Echt. Maar nou, ik ga het hier even belaten, want we moeten vlug zijn om jullie de kans te geven hier toch al wat vragen over te stellen. Dus ik hoop dat met deze basis jullie toch al wat geactiveerder, bewuster kunnen kijken. Echt. Iedereen heeft dat inzicht. Bij iedereen gebeuren die dingen, nog niet bij iedereen zijn dat bewuste zaken die gebeuren. Maar ze gebeuren altijd. Oké, wie is dan jullie te vragen moment. Dankjewel, Jana. Ja, eerst en vooral wil ik wel even zeggen dat ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen, maar dat ik het een ontzettend goede lezing vond al tot nu. En ik voel al direct dat het een serieuze indruk en impact op mij heeft gemaakt. Dus dankjewel daarvoor, Jana. Dankjewel. Ja. En dan ja, voor de mensen, nu is het het moment om vragen te stellen. We hebben er al een paar gekregen. Maar grijp zeker deze kans als je een vraag hebt, door die te stellen. Via Zoom gebeurt dat via de Q&A-knop en via YouTube kan dat via de live chat naast de stream. Misschien eventjes kort, nu dat we iedereen's aandacht ook hebben, want er komen natuurlijk nog andere activiteiten van Jana aan. En eentje is al binnen 6 dagen, die andere die is 2 weken of 3 weken daarna. Dus de eerstvolgende activiteit door Jana is een lezing, Inzicht in de 5e dimensie, op woensdag 16 juni. Jana, kan jij misschien even kort toelichten wat dat we daar juist gaan zien tijdens die lezing? Ik weet het niet. Ja, nou, dan ga ik het gedetailleerd. Ik heb het nou een stukje aangehaald van die 5e dimensie, wat een bepaalde vorm van verbinding is.
En die gaan we dan eigenlijk uitvoerig ook de weg daar naartoe. Want dan hebben we meer tijd dan dat ik nou heb. Echt ga ik dat toelichten. Misschien dan ook meer met die oefeningen. Zo, want de tijd is nou vrij kort blijkbaar. Ik hoop dat ik iets meer krijg ook dan gepland. Voor het belang van alle mensen, zou ik maar zeggen. Echt. En ja, ook voor de kleine bron tenslotte. Maar ja, dan gaan we echt over de vijf dimensie praten. Echt hoe dat subtiele bewustzijn, als het gevoel wakker wordt. Kijk liever, als het gevoel wakker wordt. Echt, kan je alleen nog maar lief hebben. En begrijpen dat heel veel mensen kijken. Mensen die gewelddadig zijn of agressief zijn. Of elkaar echt vervelend toespreken of vals handelen of zo. Dat komt alleen maar, geeft alleen maar aan hoe verwijderd dat ze zijn van hun eigen liefde. En als je dat echt met je hart niet meer denkt, maar voelt. Ja, dan voel je altijd medelijden en mededogen. Van ja, wat erg toch voor jou. Kijk, want je ziel is oneindig. Dus ja, als jij er geen werk van maakt, heb je oneindig lijden. Dat vind ik echt heel erg. En dan ja, doorzie je dat. Maar ja, en dat en zoveel meer gaan we het dan allemaal over hebben, echt. Dus ja, dat ja, zijn heel mooie dingen echt om met jullie te kunnen delen. Ja. Dank je wel. En niet dat helder voelen. Dat hoort er allemaal bij, hoor. Maar ja, oké. Okay. Super, dank je wel. Ja, en dan hebben we nog een lezing op 7. Oh nee, wacht. Ja. Wacht, ik denk 7. Nee, ik denk 6 juli. Het is of 6 juli of 7 juli. Woensdag. Ik zie dat er hier, denk ik, een foutje staat in de datum op de slide. Maar dat is oké. Okay. Op de website zal het wel juist staan. Dat is een lezing. Hoe vergroot ik mijn bewustzijn en neem ik mijn toekomst in handen? Nu, die zin op zich, die. Ja, die zegt al heel veel. Dus ik zou zeggen, moest dat jou aantrekken, deze lezing, dus hoe vergroot ik mijn bewustzijn en neem ik mijn toekomst in handen, of de lezing van 16 juni, inzicht in de vijfde dimensie. Als dat zaken zijn die je aantrekken, neem dan zeker een kijkje op de website. Het is belangrijk om je in te schrijven daarvoor, want die komt niet op YouTube terecht. Dat is geen gratis webinar, dat is er eentje die het gewone bedrag kost. Die is dan ook langer, die is interactiever. Daarmee kan je, als je wilt, ook zelf in beeld komen en zelf in dialoog gaan. Dat maakt het vaak veel diepgaander dan de gratis activiteiten. Genoeg daarover. Nu gaan we naar de vragen. Ik wil sowieso eerst al eventjes zeggen dat we toch 3 keer al, of van 3 verschillende mensen, hebben de vraag hebben gekregen om inderdaad die oefening even te doen. Ik weet niet, wil jij dat we dat op het einde doen, of niet doen, of nu doen? Ik kan het op het einde doen, dan kan ik eerst de vragen doornemen en op het einde zullen we afsluiten dan. En dan kunnen jullie allemaal woezie lekker straks het beetje ingrijpen. Super, dankjewel. Okay. Ja. Dan hebben we de eerste vraag. En die gaat als volgt. Wat was het regenbooglichaam? Nou, regenbooglichaam wil zeggen, als jij naar binnen kijkt, en naar je herinneringen, dan heb je van, als jij denkt aan een boom, zie je van binnen een boom. En als je aan jezelf denkt, dan zie je ook van jezelf, ook in je droom, maar ook in je gedachten, zie je je eigen lichaam functioneren in een bepaald soort gebied, als het een bepaald soort gebeuren. En nogmaals, voor een ongeoefend bewustzijn, denk je aan wat ze maar dromen, maar spiritueel, esoterisch en metafysisch, moet je gaan leren beseffen dat jouw geesteslichaam, jouw droomlichaam, ook een werkelijkheid is. Ten eerste, de werkelijkheid is dat het gebeurt, maar het is een werkelijkheid die niet substantieel is, maar wel jullie hoofdbeleving is. Echt werkelijk, wat al wat jullie op reageren is niet wat er om je heen gebeurt in deze aarde, in deze wereld, maar wat in jullie gebeurt. En ja, dat beginnen te herkennen en daarmee kunnen werken, is het astrale lichaam. En dat astrale lichaam is eigenlijk jullie geesteslichaam of jullie droomlichaam. Dat zijn wel andere woorden voor hetzelfde aan te duiden, dat er iets gebeurt. En dan moet je alleen beseffen dat droomlichaam geen illusie is, maar een andere werkelijkheid. En ik weet, ik moet dat veel keer herhalen en ik voel nog altijd dat dat niet echt binnenkomt. Maar ja, dat is niet helemaal zo. Dus ja, en Sambhogakaya of het regenbooglichaam betekent dat als je begint te beseffen dat je innerlijk licht, ook als bijvoorbeeld meditatie, en dat wordt dus zoals tennis en weet ik wat allemaal, en dat zijn wel tennisleraars en tennislerarissen en beoefenaars en. Maar wat is tennis nou eigenlijk? Nou, daar hebben we het natuurlijk niet over.
Maar als we spreken over een meditatie, zijn er oneindig vormen van meditatie waar je een punthoofd van krijgt of niet wijzer van wordt. Maar als je werkelijk meditatie wil leren, echt om onderscheid te maken tussen verschillende geesteslichamen, moet je echt naar binnen leren kijken. En dan ga je ook aan de slag met dat droomlichaam of met dat regenbooglichaam. En dan kan je leren astrale reizen te maken. En dan ga je ook leren communiceren met astrale wezens. Maar wij zijn ook allemaal astrale wezens trouwens. Dus dan ga je dan allemaal kunnen leren. Maar dan is meditatie meer dan alleen maar stilzitten of een mantraatje zingen of hopen dat het allemaal maar overgaat. Dat is echt een activiteit van nou al ontwaken, vooraleer het lichaam achterlaat, dat je nou al met die verschillende geesteslichamen functioneel aan de slag kan gaan. Ja, dat vind ik echt toch iets dat vroeg of laat ook in scholen moet onderwezen worden. Want we moeten echt aan dat kosmisch firmament gaan deelnemen. Dat waar we nou al mee bezig zijn, intergalactische reizen, staan we op punt van te maken. Ja, dan moeten we heel veel andere bestaansvormen en communicatie en verbinding helemaal anders gaan leren begrijpen. Ook wat dimensie en afstanden zijn. Maar ik moet oppassen dat ik niet te veel zeg. Dus ja, het regenbooglichaam, het droomlichaam. En dat is een andere werkelijkheid. En je kan er echt mee werken, want je kan ook op die manier verbindingen maken met wie of wat dan ook. Ja. Alles super wat je interessant. Denkt, zend je uit, met andere woorden. Ja. Dankjewel. En wat zou je zeggen dat bijvoorbeeld voor een beginner, iemand die er nog niet veel ervaringen mee heeft, een tip is als begin, om te beginnen om te werken met die nieuwe bestaansvormen? Eerst leren toeschouwer zijn. Toeschouwer zijn van alles wat je fysiek doet. Bewust leren kijken en vertragen in wat je doet. Als je de trap op en af loopt, doe dat bewust, heel mindful. Als je jezelf wast, doe mindful. Kijk jezelf in de spiegel aan, doe mindful. En begin eens echt te luisteren naar wie dan ook, en niet te oordelen, maar echt te voelen, mindful waar te nemen. En durf in de stilte te gaan. De stilte toe te laten. Dat wil zeggen, het gebied van het niet weten te betreden. Niet gelijk met allemaal nieuwe wetenschap dat terug op te vullen, want dat is wat het ego altijd doet. Maar in het niet weten volwassen worden. Dat is eigenlijk mooi. Vind ik zelf mooi. Volwassen worden in het niet weten. Want niet weten betekent dat je gaat beginnen te leren en te luisteren naar dat wat is. Je kijkt echt, je begint actiever, aandachtiger waar te nemen. In jezelf, maar ook buiten jezelf. En dan begint daar een verhoogde activiteit plaats te vinden, dat je vanzelf naar van beta naar alpha gaat gaan, door je langdurigere concentratie. En voor je het weet gaan theta en delta zich ook af en toe al eens aandienen, omdat je heel diep in concentratie gaat. En onthoud goed, lieve mensen, meditatie betekent eigenlijk concentratie. Altijd. Dus aandacht betekent dat. Je bent geconcentreerd op wat dan ook. En daarin begin je al met mindful geconcentreerd waar te nemen. En die niet weten te durven gaan. Ontdoe je van die ego dat altijd denkt dat het altijd over jou gaat. Kijk, alles om je heen gaat niet over jou. Nooit. Niks. Als je wilt weten wat er over jou gaat, dan moet je naar binnen kijken. En dan moet je zien hoe dat jij je verhaal verhaalt ten opzichte van jouw gevoel. En vaak ben je nog in strijd met je eigen gevoel, dan kom je er ook wel achter. En dat begint te werken allemaal. Begin je eigen beste vriendin of vriend te worden. En word eens wat vriendelijker dan anderen. Ook al vind je het niet leuk, moet je niet gaan vervelend doen, want dat wordt het niet beter mee. Dus ook innerlijk kiezen voor de goedheid. Dus dat wil ook zeggen dat er aan meditatie, spirituele ontwikkeling, ook een ethiek gekoppeld zit aan functionaliteit van dat je dingen gaat verbeteren. Dus ja. Ik kan er nog heel veel blijven over vertellen, maar ja, ik moet nog andere vragen beantwoorden. Dus, en in de volgende lezing kan ik daar ook nog wel wat mee tussen zetten. Echt, en dat is zeker praktisch en functioneel ook belangrijk om dat neer te zetten. De werking ook van de vijfde, echt. Daar komt het ook op neer. Bewuster met alles omgaan, wil dat zeggen. Met alles. En dan begint het bij. En durven in die leegte, in die stilte te gaan. Langdurig. Dan komt het wel. Dankjewel. Dat zijn voor mij alvast waardevolle woorden. Ja. Dan de volgende vraag.
De allereerste keren van je uitredingservaringen, hoe voelde die fysiek aan? Want tijdens meditaties probeer ik dit wel eens te doen, maar kom ik niet verder dan een wit licht te zien en een licht gevoel in mijn hoofd. Is dit iets waar ik nog dieper in kan gaan? Ja, minder moeite doen. Minder moeite doen, want het lijkt heel cerebraal echt dat je ligt te persen en te doen om er wat uit te krijgen. En minder moeite doen, meer loslaten, ontspannen. En ja, bewustzijn. Kijk, uitreden. Ik kan het nou ook met jullie doen hoor. En denken, oh, is dat nou uitreden? Tot je begint te beseffen dat je de werkelijk remote viewing, dat je dat kan. En dat gaat zo snel allemaal. Het gaat zo snel dat jullie bijna niet kunnen geloven dat je het aan toe bent. Ja, want je doet het allemaal, maar je bent daar niet bewust van. Bijvoorbeeld, je zit nou in je zetel beneden. Nou, denk eens boven, echt in je kamer, of beneden, of waar dat ook staat, je bedje, je nachtkastje. Nou, je blijft gewoon beneden zitten, visualiseer nou dat nachtkastje. Wat ligt er op je nachtkastje? Zeg je, ja, maar dat is mijn geheugen. Nee. Doe maar eens even. Ga eens kijken. Ga eens in de kamer kijken. Kijk eens goed rond. En probeer eens ja, een ruimtelijke view van je kamer te maken. Probeer dat eens te visualiseren. Je kijkt naar je kamer en je gaat als het ware er eens doorheen. Heb je nou al door vanuit welke hoek dat jij nou die kamer aan het kijken bent? Heb je dat door? Want je kan ook boven de kast gaan kijken. Doe je gewoon. Even bovenop de kast kijken. En in het nachtkastje. Je kruipt gewoon de schuif in dat het moet zijn. Geen enkel probleem, moet ze zelf niet open doen. En toch kan je in die schuif kijken. En onder de lakens en onder je bed. Zeg, oh jeetje, er ligt wel wat onder je bed. Dat zie ik gelijk. Dus ja, en dat kan je nou doen. Dan zeg je, ja maar ja, dat is toch mijn geheugen. Nee, begin wel. Je moet een weg daar naartoe vinden. Maar als je goed lang genoeg kijkt, kan het zijn dat je heel bewust begint te spelen en je ermee te amuseren, dat je gelijk ziet, god, er ligt een sok onder je bed. En je straks gaat kijken, zeg jeetje, dat is waar, die was ik kwijt. En je ligt inderdaad onder mijn bed. En zeg je, oh. En zo kan je proefondervindelijk, kan je dat wat uittrekken, zodanig dat je begint te beseffen dat remote viewing, wat wetenschappelijk allemaal lang al vastgesteld is, en waarmee ook mee werkt trouwens, dat je dat ook kan leren, dat je dat ook kan. En dan begin je eigenlijk al met je uittredingen, zoals een kind. Dus experimenteren echt. En ja, kent, in de, kijk, zoals Jezus zo mooi zei, zegt echt, om de poorten der hemelen binnen te gaan, moet je worden als een kind. En wat heeft nou een kind, vooral, en een volwassene minder? Dat is fantasie. Dan zeg je, maar fantasie is toch niet echt? Nee, dat hebben ze jullie wijsgemaakt. Ja, wat echt en niet echt is, is subjectief. Daar moet je nog mee leren werken. Maar dat je doet is werkelijk. Wat je waarneemt is subjectief, maar kan ook objectief zijn. En het onderscheid leren maken is aan geesteswetenschap. Maar je begint eerst met spelletjes en fantasiespelletjes en dan kan je ermee oefenen dat je ziet, nou ik kan het wel. Ik ga gewoon los boven mijn dak heen, ik ga even boven mijn dak kijken. Oh, wat is nou? Ik moet er nog wel wat gaan doen. En zo, je kan je gewoon echt vliegen en reizen maken zo. Wist ze zeggen, en vrijheid nou. Vonden ze zeggen dat de kraai voor vrijheid, maar de meeste mensen echt niet hoe vrij je kan zijn als je astrale reizen kan maken. Dus er valt nog heel wat te doen, zou ik zeggen. Oké, genoeg daarover. Le suivant. Dankjewel. Ik krijg vaak kleuren door. De chakra-kleuren die als golven binnenkomen. Wat wil dat betekenen? Dat je kleuren waarneemt. Ja, dat wil zeggen dat je al een beetje op astraal niveau echt wat binnenkrijgt, echt, maar je moet er durven ingaan. Die gewoon, kijk, heel veel mensen zijn naar waarnemer en object en dan blijf je die afstand behalen. En heel veel mensen hebben datzelfde ook met mensen, met relaties. Dus waarnemer en object en dat komt nooit bij jou binnen. En dan ga je naar geesteswetenschap, dan ga je wel kijken, zeg, oh ja, ik zie al wel wat kleurtjes. Ja, prima. Maar je gaat er niet echt in. Je blijft gewoon kijken. Oh, dat is wel leuk, kleurtjes. Ja, ik zie wat licht. Dan is het wat donker. Dan is het wat licht. En ja, oké. Ga daarin. En zeg je, ja, nou, hoe doe je dat weer? Ja, en dan heb je met die 2D materialistisch denkende mensen. En daar kan je niet om doen. Dat is een meerderheid. Het is gewoon zo, is conditionering. Denk je dat, weet ik wat moet doen om dat te doen. Maar het is gewoon met aandacht. Visualiseer dat je erin gaat. En dan zie je dat die
dat die licht dat dan een vortex wordt, dan ga je er ook in. En dan kan je ook het subtiel energetische astrale wezen leren zien, wat ook inwendig is. Dan ga je die chakra als poorten zien van bestaansvormen dat intergalactisch communiceert met bepaalde zielenontwikkelingen, correspondeert elke chakra en elk orgaan met een bepaald niveau in het universum en het multiversa van bestaansvormen en collectieve ja, kwaliteiten echt. En dat vinden we ook organisch terug ja, in een kwal, in schelpdieren, en in koraal, en in gewervelde dieren, en visachtige en vogels en waarop. Ze zijn allemaal openbare chakra-resonantievelden die zich dan ook materieel zo uitdrukken. En inwendig corresponderen die allemaal ook met die kleuren en die sferen van bestaan. Dus ook in ons hebben wij de lagere werelden, de middenwereld en de hogere werelden. En dat zijn die kleuren dan. Maar je moet erin gaan, wil je werkelijk intergalactisch gaan reizen en gaan begrip krijgen. Nou, als je begint denkt, oh, ik weet het allemaal en je gaat er een punt goed van opzetten, weet je wel. Nee, om spiritueel goed door te groeien, het ego zal zich altijd mengen en proberen daar een of ander winkeltje met het begin of wat dan ook. Of zijn ego, een van, oh, kijk wat die kan. Nee, goed laten doorgroeien, echt, want daar ga je jezelf erin verliezen. Gezond, goed met leren werken, echt. Kinderlijk met spelen waar je wil en geleidelijk aan word je dan geesteswetenschapper als de motivatie liefde is en oprechtheid van verbinding, is dat altijd goed. Maar het is niet gewoon lichtjes, het zijn bestaansvormen. Dankjewel. Dan, in verband met tijd heb ik soms het gevoel dat ik een andere tijd beleef naast de werkelijke tijd. Het is moeilijk uit te leggen dat gevoel, het is meer een gevoel van ruimte. Wat is dit juist? Ja, kijk, in school ook, en dat kan Eljan doen, moet ik maar blijven zeggen zoals het is, echt, als je 2D mindset hebt, en meestal denken, nee, ik niet hoor, Jan, ik zie een 4D. Ja. 2D wil zeggen echt dat je ja, vlug conclusies trekt echt, en dat het nogal gepolariseerd is tussen voor of tegen. Hè. Dat zien we in heel de wereld nog altijd. En hoeveel relaties die je aanbiedt voor of tegen. En mensen gaan weer elkaar optrekken en als ze elkaar bevestigen. En als ze elkaar wat ontkennen, dan moeten ze elkaar nooit meer zien. Dat soort dingen. Dus ja, dat heeft geen inhoud. Nou, dus je moet inhoudelijk leren kijken naar de dingen. Ik ben even mijn vraag kwijt. Wat was de vraag? Ja, zeg het nog eens even. Ja, ik zal hem nog eens voorlezen. Hè. In verband met tijd heb ik soms het gevoel dat ik een andere tijd beleef. Ja. Goed? Ja, oké. Okay. Dus die tijd, jullie zijn niet gewend te beseffen dat je verschillende tijdsgebieden hebt, lieve mensen, waar we allemaal mee te maken hebben. Je hebt de fysieke tijd, de aardse tijd. Je hebt de biologische tijd, het proces van groei en ontwikkeling en van aftakeling en vergankelijkheid. Je hebt de psychologische tijd. Je wilt zeggen, jouw psyche heeft een totaal andere tijdervaring dan de chronologische tijd, dan de biologische tijd en dan de aardse tijd. Dus dat heb ik al gedaan, 4 tijdsgebieden benoemd. Jullie zijn niet gewend met die 4 tijdsgebieden te werken echt. En dan relativiteit, werkelijk. Dat alles relatief is. En daardoor dat het geestesbewustzijn zo tegen de aardse tijden aanloopt en van tijd nooit op tijd begint dan iets en maar uitstelt, want in jouw psyche heb je oneindige tijd. En de onontwaakte, en als je van de kenmerken van onontwaakte zijn, leef je vooral nog in het verleden van wat je was, om te zoeken waar je naartoe gaat. In meer ontwaakte tijd begin je meer wakker te worden in het heden echt. En als het echt doorontwaakt, wordt verleden, heden en toekomst zichtbaar. Ook toekomst. Maar de meesten kunnen dat nog niet aan. En wij gaan niet forceren, ook niet, want het feit dat jullie dat niet zien, dat heeft redenen omdat je ziel nog te veel aan het begeerte lichaam kleeft en daardoor aan al die lijdensvormen die jullie allemaal al achter de rug hebben en die ook komen gaan, en wat je lichaam zal vergaan en vaak met lijden, dat je daardoor niet durft kijken wat er gaat komen echt. En dan blok je dat al. De ziel heeft dat inzicht in mogelijkheden, maar het is nog geblokkeerd. En daarmee vind ik ook deontologisch, want ik heb ook altijd als therapeute gewerkt, dat je niet zomaar tegen iedereen wie wat mag zeggen echt. Want ze kunnen zeggen, ja, vertel het maar. Vaak kunnen ze er helemaal niet mee om. En dan vind ik dat beter om dat niet te zeggen. Maar dat ben ik dan weer.
Maar het is relatief, zou ik zeggen. Dankjewel. Dan. Bij het overgaan of bij sterfte, dan blijft de verbinding tussen mensen bestaan. Maar geldt dat ook voor dieren die bij je blijven? Ja, zeker weten. Ja. Dieren zijn ook bezielde wezens. Wij noemen dat dieren. Dat bestaat niet, lieve mensen. We worden omringd door verschillende bestaansvormen, waar de mensen verzonnen hebben dat dat dieren zijn. Wij noemen dat dieren. Dat zijn variabelen van zielenwezen die zich op die moment op die manier uitdrukken. Dat is alles. En die communiceren allemaal telepathisch op gevoelsgebied en met lichaamstaal en resonantie en allemaal je wil. Een bepaald soort niveau naar gelang dat lichaam zich uitdrukt, hebben ze een bepaald archief van mogelijkheden. Dus dat lichaam beschermt hen ook in hun groei. Maar dat zijn allemaal zielenwezens, lieve mensen. Niet alleen de mensen, maar al die dieren en planten echt hoort bij ja, een grotere community van collectieve zielenontwikkelingen. Dat zich in heel het multiversum voordoet. Dus nee. Wij staan niet aan de top van de ladder of zo. Hoor. Nou, gelukkig van niet, want we zijn een gevaarlijke soort. Ja. Dank u wel. Als klein kind heb ik wel dingen gevoeld en aangevoeld, maar later heb ik gehoord dat je niet moest dromen. Zijn we allen niet door opvoeding en maatschappij geconditioneerd tot productiewezens? Jazeker, ja. Het is ook de bedoeling van ja, de gevestigde orde, echt de politiek, is om van mensen echt lichtbatterijtjes te maken. En daar heb je op verschillende niveaus, tot universitair toe, maar echt door in vraag stellen. En we zeggen, ja, zoals ik geloof, misschien vergis ik me nou, maar ik geloof dat dezelfde richting, filosofie, dat ontkracht wordt om die richting uit te gaan. Want dan ga je te veel vragen stellen. Dus ja, mensen zijn echt van A tot Z als lichtbatterij. Daardoor sta je op, daardoor kom je terug thuis en ondertussen ga je de rekening betalen. En je eten en je huis echt waar je nooit aan betaald krijgt. En als het dan betaald is, gaat de staat er terug opeisen of zoiets, ja. Dus ja, dat is allemaal een fase echt. Ook kapitalisme is een fase van motivatie die de mensheid nog niet genoeg heeft. En dan denk ik, oh ja, dat is een comedy. Nee, ook niet hoor. Nee, vergis je allemaal niet. Geen dualistisch denken echt. Maar het is een tijdelijke fase waar mensen in zitten. We zitten in punten van verandering hoor. We zitten alweer gigantische veranderingen. Maar ja, dat moet nog doorgroeien. En we zijn er nog niet. Maar ja, het is mooi om te zien. Er gebeurt wel wat. Maar ja, conditionering is in feite echt om jouw innerlijk wezen vervreemd te raken. En dat begint dan van je eigen gevoel. Je mag alleen maar doen wat een ander zegt en wat jij voelt. Je hebt honger, je bent moe, je hebt dit, je hebt dat. De meeste mensen zijn er zo van vervreemd dat ze, als ze dat gevoel blijft knagen, nemen ze medicatie om het maar niet te voelen, want ze weten bij God niet meer hoe daarmee om te gaan. En de taal van het gevoel is de taal van de ziel. En als je die begrijpt, begrijp je alle voelende wezens. En daardoor heel het multiversum echt, want dat is een communicatiegebied. Astraal en gevoel is een taal echt. Je kan met wie dan ook communiceren echt. Dus ja. Dankjewel. Mijn fysieke lichaam vraagt door pijn veel aandacht. Heeft pijn op egoniveau een betekenis in de ontwikkeling van het bewustzijn? Bijvoorbeeld, is het misschien een aanwijzer om dieper te kijken? Kijk, ik voel bij die persoon, want die kan je niet zien, maar ik voel gelijk, krijg ik gelijk van alles binnen, dat die persoon vooral geleefd heeft naar wat anderen van die persoon verwachten. Van het gevoel van haar verwachten. En dat het moeilijk is om bij het ik te komen. Echt, waar wil ik zelf nou? En daar zit grote angst en onzekerheid op, waardoor dan psychisch kluwen is, die tot fysieke ja, burn-out en vermoeidheid heeft geleid en een soort chronische depressie. Noemt ze alleen geen depressie, maar het is echt voorsleuren. Echt, dat voelt niet lekker. En ja, de vrijheid is er altijd bij iedereen, maar de meeste mensen durven die niet nemen, omdat het confirmeren van buitenaf moet komen. En zo ben je ook geprogrammeerd, lieve mensen. Hebben ze van kinds af aan geleerd, in de scholletjes en de religies en de aangevestigde orde. Een ander bevestigt en zegt wie dat jij bent. Jij zelf niet. En dat kan je alsnog leren, echt. Je moet allemaal kunnen zeggen, I did it my way. There ain't no other way. I did it my way. En dat is voor deze persoon heel hard ook.
Maar die worden al bang weer aan te denken aan hetzelfde gaan doen. Dus er is nog zoveel angst op, gebaseerd op trauma's van tegenslagen en conflicten echt. En die moet je ook durven uitspreken. Schaam je niet meer voor je trauma's en je conflicten, want daar ligt de sleutel van zelfontwaken. En wil zeggen, begin dan met te selecteren met vrienden. Vrienden horen vriendelijk te zijn. Als ze niet vriendelijk zijn, zijn dat niet je vrienden. Hou je er ook niet aan vast. Durf dan ook wat te schrijven en zoek vriendelijker mensen. Maar begin ook zelf in de eerste plaats met vriendelijk voor jezelf te zijn. En ga wandelen. Doe wat meer, ook sportief. Doe wat meer, beweeg wat meer. En dan komt er ook wat meer beweging in dat hoofd. Want de neiging om vast te zitten, je vast te denken en in dat verleden vast te kruipen, echt weg te kruipen, voel ik heel sterk aanwezig. Echt, ik hoop dat je er wat aan hebt. Echt, maar dat voel ik, het komt gelijk zo binnen. En ja, het is jouw breekpunt of jouw doorbraakpunt. En doorbraak, moet je niet bang zijn wat er allemaal komen gaat. Het gaat over ja, zelf je verantwoordelijkheid gewoon nemen van hoe wil jij je leven verder zetten. En hopelijk in de goede richting. Echt, doe het nou. Leg het niet al bij een ander, want de vrijheid ligt altijd bij jezelf. Reageert die persoon erop? Nu nog niet alvast. Hij mag reageren ook hoor. Oké, dankjewel. Ik heb ondertussen al gemerkt dat we niet elke vraag gaan kunnen beantwoorden vandaag. Dus dan wil ik zeker de mensen aansporen om toch ook eens te overwegen, maar dat zal ook waarschijnlijk wel het geval zijn, om mee te doen met de langere lezingen, waar dat interactie en dialoog veel diepgaander is. Ja, je Veel kan meer ook persoonlijk uitgebreid. reageren. We hebben meer tijd om dat te doen. Zodanig dat je echt zegt, nou, die kan ik echt van de rest van mijn leven, neem ik dat allemaal mee. Echt, daar kan ik mee aan de slag gaan. Uiteindelijk is dat mijn enige bedoeling. En ook van de kleine bron, ook via verschillende sprekers, hè, waar iedereen is wel wat. Om proberen jullie te activeren, echt. Om ja, al je eigen leven te beginnen werken, echt. En ook in je innerlijk leven daar inzicht in te krijgen en mee aan de slag te kunnen gaan. Hoe mooi is dat, toch? Ja, inderdaad. Ik zal ondertussen. Ah, eens kijken. Oké, we hebben reactie. Ik ben overdonderd door je correcte analyse. Ik ga er wat mee doen. Dank je, in hoofdletters. Oké, dat is geen analyse, dat is een aanvoelen. Hè? Maar ja, als kan ik het niet zeggen, toch? Ik zie het mensen niet. Maar ik voel het wel. Ik kwam heel hard binnen. Ja. Oké. Nou, misschien nog een vraag hè, of zo? Het is prachtig alvast om zoiets te kunnen waarnemen, dank je wel. Ik denk dat we de mensen ondertussen nog iets of wat beloofd hebben om nog een oefeningetje te Ah doen. ja. Zie jij dat nog zitten? Ja, oké, maar dan komen er geen vragen meer. Hè? Dan is het de oefening. Ja. Nou, mensen die antipsychotica gebruiken, mogen eigenlijk niet meedoen. Dan kan je zeggen, nee, want dan kan het zijn echt dat je misschien niet lekker gaat voelen of dat er angst gaat komen. Ja, dat geef ik nou uit verantwoordelijkheid mee. Dat ligt bij jullie. Als doe je het wel, ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid. En moet je ook niet bij de bron of bij mij verhalen. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Maar als je antipsychotica neemt, moet je dit niet doen. Dan zeg je, oké, bye bye, dag Jana, boeboe. En voor de anderen die zeggen, ja, ik ga het toch doen. Dus dan gaan we het gelijk toch maar even doen. En het is heel simpel, hè, want daarom moet je niet veel doen, hoor. Je moet bijna niks meer doen. Je gaat nog veel minder doen dan je al het gedaan hebt. En dat is gewoon even, ja, kijk nou gewoon rustig naar mij. En luister naar mijn stem. En kijken. Lekker ontspannen gaan zitten. Met niks meer bezig zijn. Handen stil. Bikken of stilo weg. Noem maar op. Niks vastnemen. Gewoon handen ontspannen open. Kijken. En niet denken. Kijken. Niet denken. Kijken. Niet denken. Kijken. Niet denken. Kijken. Niet denken.
kijken. Kijk, ik ga jullie teruggaan. Als jullie goed meegedaan hebben, heb je de shift van het aura gezien, van het fysieke naar het astrale, waardoor je het geesteslichaam eromheen ziet en geleidelijk aan alles transparanter werd. En het is eigenlijk de beta, de alfa en de theta die we open hebben gezet. Even terug, 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 zak, 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 zak. Everything is a state of mind. Naar gelang de frequentie van jullie bewustzijn verandert jullie waarnemen. De verschillende werkelijkheden worden voor jullie dan zichtbaar, voelbaar en hanteerbaar. Uittreden, bijna doodsverschijnselen, spirituele ervaringen is gewoon het openzetten van jullie bewustzijn. Dat in iedereen staat er te wachten om het te doen. Je moet er alleen de tijd voor nemen om in die energetische gebieden te komen. En wat ik met jullie doe is transmissie. Ik breng jullie nou in dat gebied en daardoor zijn jullie makkelijker die resonantie of die trilling of die overdracht kunnen meemaken. En zo geleidelijk aan al gewinnen aan het geesteszicht. Prachtig, dankjewel Jana. Heel waardevolle oefening, heel waardevolle lezing. Zo was het toch voor mij, althans. Heeft, zoals ik al gezegd heb, toch een diepe indruk op mij achtergelaten. En ik vind het ook heel fijn om, ja, om zo'n diepgaande inzichten te kunnen horen, want ik heb toch ook best wel al wat mensen ontmoet in mijn leven, zeker doordat ik ja, geboren ben, zeg maar, ja, in de spiritualiteit. Maar ik ben, altijd, ja, ik ben altijd omringd geweest door mensen die er heel erg mee bezig zijn. Maar ik heb, ben toch eigenlijk nooit iemand tegengekomen die dat kan zoals jij dat kan. Dus dat is ontzettend fijn om mee te maken. Dank je wel, Jana. Nou, de bedoeling is alleen maar om jullie te activeren, hoor. Dat is mijn enige doel. En dat zal ik blijven doen zolang dat het nog functioneel goed zit. Blijf ik dat maar doen. Ja. Daarmee ook deze gratis lezing om zoveel mogelijk mensen ja, die innerlijke weg te tonen. Echt. Want het is zo mooi als je het ontdekt. Het leven is zo mooi en het stopt nooit. Ook overleden, ze zijn nooit weg. Je hebt er altijd contact mee. Ik heb er dag en nacht contact mee. Echt, het gaat geweldig. En voor mij, of dat iemand nou lichaam heeft of niet, ik maak altijd contact met de ziel. Dus, maar dat kunnen jullie allemaal leren. Als je hart open staat, ja, dan komt alles vanzelf. Ja. Dankjewel. Liefde, hè? Ja.
Ja, dan wil ik toch ook wel eventjes zeggen tegen de mensen thuis, en dat zal ik doen terwijl dat ik hier de achtergrond verander, dat dit dus te herbekijken valt op YouTube, hè. En voor de mensen die niet echt heel erg handig zijn met YouTube, het is echt heel simpel om die lezing te delen met andere mensen, hè. Dus als je gaat naar de YouTube-pagina van De Kleine Bron, dus dat is youtube.com en dan tik je gewoon in de zoekbalk, tik je De Kleine Bron en dan kom je op onze pagina. En dan de eerstvolgende video die je daar tegenkomt, dat gaat deze lezing zijn. En het enige wat je moet doen is die URL of dus die link kopiëren en doorsturen naar eender wie dat je wilt. En op die manier ja, krijgen we inderdaad, zoals Jana daar net ook al aangaf, de inzichten of de activatie die dat een lezing als dit kan hebben, ja, verspreid bij zoveel mogelijk mensen die geïnteresseerd zijn in zulke zaken of die graag willen in contact komen met zo'n inzichten. Dus ja, en ja, zoals altijd op je scherm zie je nu de komende activiteiten. De twee activiteiten die je boven ziet, dat is zoals al aangehaald, dat zijn de twee komende activiteiten door Jana. Meer informatie en inschrijven gebeurt via de website van De Kleine Bron. En daaronder ziet u nog een lijstje met activiteiten door andere sprekers. Nu, natuurlijk gaan er ook nog een deel nieuwe activiteiten bij komen, zoals altijd. Dus je kan sowieso de website in de gaten houden. Dan blijf je up-to-date met alle komende activiteiten. Voor de rest, ja, Jana, wil jij nog een slotwoordje geven? Want je hebt natuurlijk al heel veel gezegd. Of wil je graag nog iets zeggen of niet? Of wat zou jij graag willen? Welke situatie ook mag zijn, alles verandert op de dag dat jij lief gaat worden voor jezelf. En daardoor ook voor degene, wie dan ook, die je tegenkomt. Kijk, al wat jullie denken en voelen, wordt gehoord en gevoeld door het multiversum. Daarom, zeg eens met die persoon van de straat, kan ik dat er gelijk oppikken, omdat het multiversum, de vijfde dimensie, doet dat altijd. En je hebt daar geen angst voor, in tegendeel. Iedereen wordt gevoeld, niemand gaat verloren. En het komt goed. Je moet alleen durven die innerlijke weg op te gaan en tot het gevoel te komen, lieve mensen. Ja, de begeerte ziel heeft mensen zo blind gemaakt en angstig gemaakt. Kom terug tot het gevoel. Ik voel ook nou een mogelijkheid tot een nieuwe renaissance, dat we weer allemaal meer naar het gevoel moeten gaan leren leven en meer rekening houden met elkaar. En ja, dan ontstaat er echt een, ja, iets totaal nieuws in deze wereld. Dat echt de landen gaat overstijgen. Het gaat mooi worden. Maar ja, het moet uit ons groeien toch. Dus komt goed. Heb vertrouwen. Komt goed. Inderdaad, mooi gezegd. Dank je wel. En dank je wel ook de mensen thuis voor jullie mooie feedback die jullie weergeven. Ik zie toch alweer tal van berichtjes van heel interessant. Bedankt, Jana. Dank je wel, dat open deuren enzovoorts. Jana vindt het zelf ook altijd leuk om zo'n feedback te krijgen. Ik zal er ook voor zorgen dat ze die krijgt. Dus dank je wel daarvoor. En voor de rest, ja. Hoop ik jullie natuurlijk terug te zien op een komende activiteit. En wens ik jullie en Jana nog een hele fijne avond toe vanavond. En ik vond het heel fijn om met jullie en met Jana vanavond weer te verbinden. Want ik had toch wel het gevoel dat de verbinding vandaag heel diep was. En dat voelt voor mij heel aangenaam. Dus. Bedankt Ruben, ook dat je dat doet, echt. En je doet het ook geweldig, vind ik. Ik vind het zalig om dat bij jou ook samen te doen. Ah, dat is super om te horen. Ja, Dank je wel, echt Jana. wel. Ja. Oké, ja, dan zien we elkaar snel terug, hè. Ja, oké. Dank je wel. Lieve mensen, dag Ruben. Doei doei. Tot ziens.